Een hele goede morgen. Welkom bij Nieuwe Ups and Down. Goedemorgen. Wij zijn onderweg. Jordi is naar school. Maar wij zijn eventjes met die andere twee kindjes onderweg. Wij gaan eventjes naar de bouwmarkt toe. Want ik moet kleuren uit gaan zoeken. En Niels heeft cellenbetonblokken nodig. Want ja, de keuken moet natuurlijk ook dicht. Dus daar gaan we eventjes naar op zoek. Liam is oma in de gaten aan het houden. Niels die heeft van mij de vrijbrief gekregen om fikkie te mogen steken. Dus daar is hij mee bezig. En ik ben eten aan het koken. Want mijn vader is, die zit op nummer 100. Dat moet ook gebeuren. En ik ben dus eten aan het koken. Wat gaan we nou maken? We gaan kip curry maken. Oh, wacht. Kip curry. Voordat mijn ouders kwamen... Toen kwam die man van de puinbak al. Dus we hadden nog een heel klein beetje puin liggen. En wat moesten we toen doen, Niels? Snel alles erin gooien. Ja. En die man een bak koffie geven. Ja, die man hebben een bak koffie gegeven. En toen hebben we gauw alles erin gegooid, hè? Ja. En mijn moeder die heeft hier de ramen beneden gewassen. Echt heel netjes gedaan. Want ik kreeg er iets niet vanaf en ze had er speciaal spul voor. Dus dat heeft zij gedaan. Boven moeten we nog doen, maar dat komt wel. En we hebben een beetje hout opgestookt. Ja, we hebben hout opgestookt. Dus we stinken nu helemaal naar, houtstoken. Kijk of je hem lust. Liam ligt net in bed. Jordi houdt meestal niet van warme flesjes vandaag. Nee. Liam ligt zo net in bed. En ik had moeten uploaden, maar het was zo druk. Het is me niet gelukt. Dan ga ik dat of vanavond of morgen even doen. Maar ja, Jordi die gaat zo dadelijk naar bed. Sammetje slaapt. Mijn moeder die heeft hem zo moe gemaakt dat hij slaapt. Dus ja. Oh, en trouwens, Niels heeft Jordi straks opgehaald van school. En wat had hij gedaan? Hij had helemaal vanaf school naar de auto gelopen. En dan gaan jullie nu. Jordi, kom je stappen. Yay! Goed zo. Kom je, loop je gewoon zelf naar de auto. Ja, supergoed. Wauw. Een hele goede morgen. Oh, ik heb gisteravond hier beneden alles nog gepoetst. Niels heeft nog geleerd, want die heeft vandaag herhaling voor de APK. Dan moet je eens in de 2 jaar moet je, je APK-examen doen of een herexamen, weet ik het hoe je het noemt. In ieder geval om APK voor de auto's te mogen doen, dat is wat hij moet doen. Sammy heeft net al eten gehad. En... Jordi en Liam, oh ik ben nog moe. Jordi en Liam die liggen nog te slapen. En ik laat ze ook gewoon nog even lekker liggen. Eventjes Rust. Even wakker worden. Sammy heeft al gegeten. En die is lekker aan het genieten van de ochtend met mama. Goedemorgen. Hi. Heb je lekker geslapen? Hm? Oh. Liam heeft ook een fles gehad. En ook Jordi is wakker. Wil ik niet slapen? Hm? Zijn ze weer allemaal wakker? Oh, kan de dag weer beginnen. En ik wou dat ik een hond was. Dan kon ik ook de hele dag zo liggen. En anders een beetje nakijken. Ik heb net zijn luier schoongemaakt. Hij had flink gepoept. Ik heb een fruit er al in gekregen. Ik heb Sam alweer de fles gegeven. En zo dadelijk krijgen ze brood. Hè? Krijg je daar brood? Hij is aan het klakken met zijn tong. Dat is de bedoeling. Ach ja. Ik ben kapot. En het is nog niet eens middag. Hm. Alles slaapt hier. Ik ga heel even eten. En nog wat dingetjes doen. Even pauze. Ik dacht dus. Ze slapen. Deze grote vent heeft niet slapen. Dus die is zo grijnig. En nou ga ik die andere vent eens even halen. Hoi. Hallo? Hallo? Was jij wakker? Was jij wakker? Dat is jouw kikker. Dat is jouw kikker. Die doet muziekjes maken, hè? Ik heb schoentjes besteld voor Liam. Even kijken. Nou, ze zijn nog wel te groot, toch? Maar ja, liever te groot als veel te klein. Ik ga gewoon eens even kijken. Nadeel bij Liam is dat hij hele brede voeten heeft. Dus hij komt heel slecht een schoen in. En dat is gewoon echt gewoon een nadeel. Dus ik heb ze iets groter besteld. Zodat hij er wat makkelijker in kan. Zo. Kijk eens, Lily. Kijk eens, heb je gewoon je eigen schoentjes. Dat is mooi. Mijn ervaring is ook met schoenen dat ze in één keer te klein zijn. Dus ja. En aangezien hij niet loopt momenteel, is het op dit moment toch meer een deel voor show. Maar ik heb wel liever stevige schoentjes hoor. Want dan kan hij in ieder geval iets ermee. Dus ik had even sokken gepakt. Ik denk, dan kan ik ze gelijk aanpassen. Kijk, want Ze zijn gewoon echt nog te groot, hoor. Maar dat is niet erg. Deze ook aan. Kijk, zo moeilijk komt hij er dus in, omdat hij dus zo'n brede voet heeft. Dat is gewoon echt een nadeel. Wauw. Die is mooi, hè? Dat zijn mooie schoentjes. Joef? Nee. Vind je ze mooi? Vind je mooie schoentjes? Joef vindt ze ook mooi, kijk maar. Vind je ze mooi? Volgens mij vind je ze wel mooi, hè? Ze zijn wel vet cool, hè? Maar ze vielen ook iets te groot uit, dus dat maakt niet uit. Hoi. Je hebt vandaag examen gedaan, hè? Mm-hmm. Wat was de uitslag? Nee, ik was net geslaagd. Als je net geslaagd tegen mij zei je dat je gezakt was, hè? Ja. Ik schrok mij kapot. Hij zegt, ik ben gezakt. Ik zeg, oh ja? Nou, vertel, wat was de uitslag? 3 keer 100%, 1 keer 90 en 1 keer 85. Dus, 100 vragen. 5 fout. En dan zegt hij tegen mij dat hij gezakt is. Ik schrok echt heel erg hard. Echt heel erg hard. Maar ja. Nou, zo, ik had er gewoon overnieuw op kunnen. Ja, maar toch, dat wilde niet. Dat wil je gewoon echt niet, Niels. Als je ergens voor hebt geleerd en alles, dan... want dat heeft hij in de tussentijd ook nog gedaan met de verbouwing, hè? Heeft hij ook nog zitten leren. Met Sam en mijn arm. Met Sam en zijn arm heeft hij zitten leren, die slimmerik. Maar ja, hij kon ook slapend op school zitten. Dus ja, daar heeft hij ook voor geslaagd. Mm-hmm. Dus ja, daar heeft hij ook zijn examens mee gehaald toen. Nou hebben we lekker gegeten. En alle drie de jongens zijn in twee zijn er in bad geweest en eentje in de douche. Ja. En papa is in de douche geweest. Ja, en mama dadelijk nog. En Sam krijgt nou lekker de fles. Die andere twee liggen al lekker op bed. Jo, dat was heel moe, want ja, die, zoals jullie weten, die heeft vanmiddag gewoon niet geslapen. Dus die lag hier al half te pitten. Ja, die ligt nou knock-out. En dan hopen dat dat zo blijft. Meestal, als dit zo is, dan wordt hij meestal een uurtje weer wakker, gillend. Dus we gaan het even afwachten. Bij mijn moeder heeft hij toen doorgeslapen, dus we gaan het gewoon zien. Ik heb hem wel verteld dat hij in zijn bed lag. Dus, ja, meestal praten wij ook tegen hem in zijn slaap, hè. Dan zeggen we ook tegen hem van papa gaat jou nou optillen en gaat jou nou naar bed brengen. Wel rusten, schatje. En we halen eigenlijk altijd een beetje wat we normaal ook doen. Dus we doen het eigenlijk een beetje hetzelfde als wat we normaal ook doen, maar dan rustiger. Maar ik weet, hij lag, het was net op 10 coma lag, zeg maar, zo weg was hij. Hij was echt ver weg, ja. Ik ga hier eventjes de bende opruimen, want ja, hè, er zijn natuurlijk, ja, de dag is geweest en dan ga ik de bende opruimen. Maar als eerste wat ik nog ga laten zien is, straks, bij ons kloppen ze op de deur, bij ons wordt er niet op de deurbel gebeld, omdat de bel uitstaat. Ja. Straks werd er in één keer geklopt en ja, we hadden eigenlijk niemand verwacht. Want ja, meestal hebben we zoiets van, we doen de kinderen en dan zijn we wel nokkie. Dus straks werd er op de deur geklopt. En wat gebeurde er toen? Er stond iemand van schuin tegenover, stond aan de deur met 3 mooie modelauto's. Die ga ik even laten zien aan jullie. Dit is een Ferrari. Zoals jullie natuurlijk kunnen lezen, maar ja, ik vertel het altijd even. Dit is een Lancia. En dit is een Porsche. Nee, een Porsche. Een Porsche. Een Porsche. Oké. Okay. Voor wie is wat? Ik denk dat die Porsche voor Sam is. Ja, want? Deze is voor Sam? Ja. Want? Gewoon. Daarom. En die en Lancia? Voor Liam, hè? Want waarom is dat voor Liam? Ik ging met de L. En dan de Ferrari voor Jordi. Ja. Omdat dat een andere kleur is. Dit is allemaal rood. En dit is een andere kleur. Omdat hij buiten de boot valt. Nee, die valt pas bij zijn Renaults. Is Renaults? Ja. Wat zeg je nou? Bij zijn Renault en zijn Honda. Hoezo? De RB13 en de RB15. Niels, ik ben geen automonteur. Ik heb geen interesse in auto's. Volgens mij staan er 3 boven op zijn kat. Ja, er staan glazen auto's. Dat zijn geen Renaults en Honda's. Oh, ik heb al zo'n flauw idee. Je hebt het zeker over die auto's van Max Verstappen? Ja. Ah. Volgens mij zijn het de RB13, de 14 en de 16. Ja, maar die zijn voor alle 3, hè? Die is niet alleen voor Jordi, hè? Dat vergeet hij. Alles wat ik in 3 heb, behalve die glazen auto's, want die heeft hij van zijn peetoom gekregen. Dus die zijn ook echt voor Jordi. Maar we hebben 3 Max Verstappen auto's. Ja, of we moeten op zolder of tiendenkast maken, dat hij daarna kan komen kijken, alle 3. En jij denkt dat dat op zolder gebeurt? Ik denk het niet. Nope. Nope. Dus... Ik denk dat ze gewoon lease-orgels worden, zeg maar. Dan kunnen ze het van elkaar lenen. Laten we het daar dan maar op houden. Rental cars. Ja, laten we het daar maar op houden dan. Nou, ik ga hier de puin ruimen. Want alles staat weer hier helemaal volgebouwd. En dan ga ik maar weer eventjes aan de slag. Ik heb ook een externe harde schijf vandaag binnengekregen voor de vlogs. Zodat ik dat allemaal beter kan opslaan. En ja, hier een plaatsje voor zoeken. Want ik vind dat zonde als dat beneden blijft staan en dat er iets mee gaat gebeuren. De kindjes slapen en Jordi slaapt ook nog steeds. Het ligt lekker te ronken. Jazeker. En wij gaan bij deze Ups and Down afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.